Wij verkopen niet alleen kinderwagens. Wij staan voor positive design. Dat betekent dat we ook een bijdrage willen leveren aan duurzaamheid. Het Nederlandse Jules ontwerpt en verkoopt premium kinderwagens. Het onderscheidt zich door de kwaliteit van zijn producten, zijn moderne merk en unieke bedrijfscultuur. In 2016 zocht Jules een nieuwe partner om haar ambities voor de toekomst te realiseren. Nou, we zochten eigenlijk een partner voor groei. Een groei op 3 niveaus. Allereerst de geografische expansie. Een voorbeeld daarvan is onze recentelijke stap naar de US. Ander voorbeeld is groei op het gebied van productaanbod. We hebben een rijke roadmap met verschillende type producten en diensten die we de komende jaren zullen gaan lanceren. En de laatste groeimogelijkheid die we zien is op het gebied van e-commerce. Met name de omni-channel strategie die we hebben. Dus de link te leggen tussen e-commerce en de fysieke winkels. Gimf bouwde expertise op in de baby- en kindersector door eerdere investeringen in bedrijven die actief zijn in deze nichemarkt. De investeringspartner is dan ook enthousiast om Jules' ambities te helpen waarmaken. Er zijn eigenlijk 3 maatschappelijke trends die we denken dat Jules in de komende jaren een positieve push zal geven. 1 is dat de consument op zoek is naar premium producten. Je ziet dat het middensegment in verschillende sectoren afneemt ten gunste van premium of discount. Jules zit heel mooi gepositioneerd in het premium segment, waar eigenlijk maar een beperkt aantal spelers zijn. Daarnaast zal ook de consument de komende tijd meer geld uit gaan geven aan zijn kinderen. Het derde is functionaliteit. Mensen leven tegenwoordig een druk bestaan en zoeken naar oplossingen om hen te ondersteunen in dat drukke bestaan. Jules biedt met zijn kinderwagen allerlei slimme functionaliteit waarbij ze eigenlijk het leven van de consument ontlasten. Zeker in de periode dat je jonge kinderen hebt. Vandaag is Jules marktleider in Nederland en heeft het een sterke positie in Duitsland en de UK. De komende 3 tot 5 jaar wil Jules haar omzet verdrievoudigen. Buiten de inbreng van kapitaal dacht Gimf vanuit zijn rol in de board ook mee na over de optimalisatie van de organisatiestructuur. Gimf helpt ons concreet bij de herstructurering van de organisatie. En op day-to-day basis zijn zij gewoon ons belangrijke klankbord op belangrijke beslissingen en vaak ook op minder belangrijke zaken. Het is echt een partner voor ons. Ik kan alleen maar zeggen vol lof.